Hallo, hallo allemaal. Super hartelijk welkom bij een nieuwe Animal Crossing New Horizons Nederlands op Crazy Coon. Super top dat je weer kijkt. Zaterdag is KKR. We kijken dit natuurlijk op de maandag. Maar we gaan vandaag bezig met ons eiland. Met Animal Crossing zoals ik het vroeger speelde. Want voordat Animal Crossing uit was op de Switch, was het er op de Nintendo DS en op de Nintendo 3DS. En in de tijd van de Nintendo DS speelde ik Animal Crossing en had ik mijn eerste ervaring met de game. Dat was de opvolger van de GameCube Animal Crossing. En je kon voor een groot gedeelte wat je nu ook al kon, maar toch was die gameplay anders. Dus vandaag gaan we een klein stukje terug in de tijd door te spelen zoals ik toen speelde. Want wat deed ik toen op mijn eiland? Of in mijn stad eigenlijk, want er was geen eiland waar zoals hier een postfles kon aanspoelen. Je had geen doe-het-zelf recepten voor gouden toiletten. Maar wat je wel had, was fruit. En fruit en vis waren twee van de grootste inkomstenbronnen die ik destijds had. Dus een dag op het eiland bestond in elk geval uit het oogsten van fruit. Iets dat ik sowieso in Animal Crossing eigenlijk veel te weinig doe. Echt veel en veel te weinig. Knollen had je ook. Die werkten alleen anders. Ze werden wel rot trouwens, dat kon gebeuren. Knollen in oude Animal Crossing games werkten zo dat je ze kon kopen en kon planten. En vervolgens was het dan de truc om de knol door dagelijks water te geven, of door vaak genoeg in elk geval water te geven, zo groot mogelijk te laten worden. En des te groter de knol, des te meer geld je ervoor kreeg als je het verkocht aan Tom Nook. Een hele andere manier dan hoe knollen natuurlijk tegenwoordig werken, waar het toch iets meer lijkt op een aandelenmarkt. Met knolprijzen en hopen dat je een goede prijs voor je knollen kunt krijgen. Maar wat ik nu aan het doen ben, dit is volgens mij een ding dat je ook prima op je eigen eiland zou kunnen doen. En dat in elk geval mensen die spelen zoals ik speel vaak vergeten. Namelijk gewoon kijken, hey, wat kan ik nou eigenlijk precies hier allemaal kopen? We moeten zo meteen naar de winkel, zie ik. Want om mijn gewoontes voor te zetten, heb ik gereedschap nodig. Ik mis van mijn eilandtour een schep. Ik mis van mijn eilandtour een... Wat mis ik nog meer? Een schep. Sowieso. Een katapult mis ik sowieso. We moeten zo meteen even wat dingen kopen. En wegstoppen. Maar dat komt wel goed. We gaan eerst ons rondje palmbomen afmaken. Want dat geeft ons het geld dat we nodig hebben om dit te doen. Heb ik dit nou zo volgebouwd? Cool, dit laten we staan. Dit vind ik vet. De kokosnoten kunnen gewoon niet eens vallen. Zo vol is het. Maar we komen een aardig eind. Goeiedag, Lukker. Leuk dat je er ook bent, jongen. We negeren je wel even. Niet omdat we je niet aardig vinden. Oké, dit was het voor eerst. Even onthouden dat hier ook iets ligt. Onkruid kunnen we net zo goed even plukken. Levert ook alleen maar weer geld op, moet je maar denken. En hier. Wap, 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 wap. En als we hier dan toch zijn, gaan we even kijken wat die vis is. Als dit goed gaat tenminste. Dat is wel een grote als. Daar. En nou gewoon kijken. En vooral luisteren. Een baars. Called it. Maakt niet uit, die gaat gewoon mee in de verkoop. En ik zie ook dat we nog wat spullen weg moeten halen. Het echt
inrichten van mijn eiland deed ik trouwens vroeger niet zozeer. Omdat dat toen een stuk minder een ding was. Dus dit wat ik nu doe, het oppakken van allemaal spullen, was toen helemaal niet zo'n ding. Onkruid was dat wel. En het nare aan die eerdere games was ook dat je bewoners dingen deden zonder dat jij er was. Dat hield in dat als jij gewoon te lang niet je Game Boy aanzette, dat dan gewoon ineens bewoners weg waren. Want je moest ook echt elke dag op bezoek. Als je dat namelijk niet deed, dan kon het maar zo zijn dat je miste dat een bewoner zei van, oeh, ik zit er eigenlijk over te denken om weg te gaan. Moet ik dat nou doen? En dan waren ze gewoon weg als je weer inlogde. Dus een interessante manier van spelen, zoals je je kunt voorstellen. We gaan deze dingen verkopen. Hoppa. We gaan hier natuurlijk wel, omdat we hier toch zijn. En omdat ik eigenlijk graag onder de 100.000 klingels uit wil komen. Deze Rotanstoel en toch ook maar die game spelen. Kopen. Want met 3200 komen we nog niet eronder uit. En hier. Kijk, 64.000. Hoppatee. Scheelt weer klingels in de opslag. Die tv heb ik volgens mij ook nog niet. Die nemen we mee. En boeksteunen nemen we ook mee. En aangezien we toch nog langs huis moeten, laten we eventjes de spullen zoals gereedschap. Want alles wat we nodig hebben, halen we natuurlijk gewoon hieruit. Een net. Die. Een gieter. We hebben onze katapult weer terug. De toverstaf laten we waar die is. De ladder. En dan is er natuurlijk nog één ding dat we missen. Namelijk een schep. Die kopen we hier gewoon. Met een prachtig patroon erop. En dan zijn we klaar voor het opgraven van alle dingen die we zagen. Want ook in de oude Animal Crossing had je fossielen. En je had niet alleen fossielen. Je had ook blathers. Die net zoals in deze versie van de game heel veel sliep. Wat je niet had, waren deze tarantula's. Die ik toch wel, ondanks dat het niet helemaal deel uitmaakt van mijn plan, ga proberen te vangen. Ik hoop dat dat goed gaat. Want zo vaak heb ik dit nog niet gedaan. Hebben we mensen met spinnenfobie in de comments? Laat het weten. Hebbes. Een vogelspin. Ik heb nog niet eerder gehad dat ik dat zo creepy vond. Ah wel. Het is gelukt. Dat is waar het om gaat. Hij heeft ons niet kunnen pakken. Ik kan me eigenlijk niet herinneren of dit in de oude Animal Crossing kon. We gaan het toch even doen. Maar belangrijker, wij gaan fruit en dus onkruid verzamelen om te verkopen. Want moet je zien wat voor een fruit we op ons eiland hebben. Jemig de pemig. Dat geldt trouwens ook voor het onkruid. Jemig. En wat ik eigenlijk het allerfijnst vond aan de oude Animal Crossing, dat was de roost, de til. Dat is ook de reden dat ik
zo blij was toen in New Horizons bekend werd dat Brewster toch zou komen. Want ook toen al was de Til gewoon een fantastische plek om te zijn. Ook destijds onderdeel van het museum. Toen had je weinig verschillende dingen. Je had wel de neppe kunst van Red. Maar het was toen volgens mij links de Til. En dan naar boven denk ik de fossielen en de andere kant op kunst. Dat is wat ik me herinner in elk geval. En dat was dus een interessante combi altijd. Om dan even naar de Til te gaan, daar lekker even een kopje koffie te halen. En daar gewoon te zitten. En om te filosoferen over thuis. Want zeker toen, en dat is nu natuurlijk eigenlijk ook wel zo, je weet heel weinig over je karakter. En dat is natuurlijk tof om in te vullen, maar je hebt een moeder, weet je, want die stuurt jouw post. En die bereidt ook dingen voor je, dus die relatie is zeker goed. En dan dacht ik wel eens van, goh, hè? Zou mijn karakter haar missen of niet? Dat waren dan van die dingen die dan door me heen gingen. En ik had een verhaal dan voor mijn karakter, dat je daar dan zat en dat je een gesprek kon voeren met Blathers. En even voor de duidelijkheid, ik was toen 14, 15, we hebben het echt over jaren geleden. Echt jaren geleden. Toen de DS nog een ding was. En tegenwoordig heb je natuurlijk al de 3DS en die is natuurlijk door de Switch al verdrongen. Dus je kunt je voorstellen dat een hele jonge Koen was. Vergeleken met nu. En ook in die Animal Crossing was het trouwens zo dat je vruchten van anderen kon krijgen. En toen moest je nog helemaal vruchten van anderen krijgen zelfs. Want je begon met één vrucht. En er spoelde soms op het strand een kokosnoot aan. En dat was het wel qua fruit dat je van andere plekken kreeg. Dus je moest echt linken dan met anderen. Dat kon al wel draadloos met de DS. Die moesten dan op bezoek gaan. En als zij toevallig ander fruit hadden, kon je daar eentje van meenemen. En op die manier moest je toen dat allemaal doen. In plaats van nu codes opzoeken op internet en op bezoek gaan bij mensen. Dat was de tijd dat je nog echt contact moest hebben met de mensen van wie je dat fruit wilde. En die mensen moesten ook iets bij de winkel van Tom kopen. Want als je Nook Store, die breidde net zoals hier uit op het moment dat je genoeg geld uitgaf. Maar ook op het moment, als hij de ene laatste fase bereikt had, kwam je pas echt bij de allergrootste. En dan zat er ook een kapper in als je de grootste bereikte. Maar dat gebeurde dus pas als iemand die bij jou op bezoek was, iets kocht. Want dat was voor Nook schijnbaar dan de trigger om te denken, oeh, ik ben ook internationaal bekend. En schijnbaar heb ik dus internationale klandizie. Laten we nog groter worden. Dus dat was altijd een hele uitdaging om de game zo ver te krijgen dat dat gebeurde. Als je in je eentje speelde, zoals ik dat dan meestal deed. Mijn broertje en ik hadden wel allebei een Game Boy. Alleen we kochten vaak één game en dan speelden we dat allebei. En bij Animal Crossing betekent dat dan dus, net zoals nu, dat je samen speelt. En bij die oude Animal Crossing was het zelfs zo dat je bij elkaar in het huis woonde. Dus helemaal interessant. Wij hebben een cadeautje dat mijn verhaal onderbreekt. Een waterlelietafel? Oh, oké. Wordt gewaardeerd, zullen we maar zeggen.
En dan hebben we volgens mij de meeste vruchtenbomen hier wel gehad. Ik zal deze ijspilaren nog even opruimen, want dat is niet helemaal meer het seizoen. We hebben hier natuurlijk nog een perenboom. Nog een appelboom. Oh kijk, we hebben hier nog meer. Geldbomen. Helaas geen vallende sterren. Oh ja, dat was ook iets dat ik trouwens wel mis in deze Animal Crossing. Lucht is natuurlijk anders, maar in die oude... Broccolo, je zit in een appel, man. Dankjewel. Had je boven in het museum een observatorium waar Celeste standaard stond? Zij had ook telescopen. En je kon met behulp van die telescopen kon je sterrenbeelden tekenen. Je kon sterren kijken en dan lijntjes trekken waarmee je dus een sterrenbeeld kon maken. En die sterrenbeelden zag je nou ook getekend in de lucht als je rondliep. Een toffe toevoeging vond ik dat altijd. En zo te zien hebben we alles gehad. Wespa had je toen ook. Ik weet niet of ik deze tactiek toen al had kunnen gebruiken. Ik kende hem toen in elk geval nog niet. Dat weet ik dan wel weer zeker. Want ik rende altijd maar snel naar binnen voor wespen. Maar wij zijn gewoon nog onze spullen aan het verzamelen. Zoals de jongere Koen dat bij Animal Crossing ook altijd eerst deed. En het was vooral veel vissen. Het was heel veel vissen. Want dat was misschien nog wel je beste bron van inkomsten. Samen met bloemen trouwens. Ik weet niet of je al gouden bloemen kon kweken, maar je kon wel zwarte rozen kweken. En die zwarte rozen waren dan weer vrij veel geld waard. Oeh, dit wordt mogelijk pijnlijk. Ik ga geen bloemen weghalen, we zien het wel. Oh, nee! 10.000 over. Werkt dit? Komt hij er ook op af? Of komt dit in de categorie, ik kan dit zo meteen wegknippen. Ik vrees het laatste. Het is wel insectenfiesta. Ook die kon je gewoon vangen in de oude Animal Crossing. Dus ik vind dat ik nog gewoon het doel van deze video aanhoud. Spelen zoals we dat deden bij de oudere varianten. En daaronder valt eigenlijk ook, als we daar tijd voor hebben, zometeen nog even langs elke bewoner. Destijds niet omdat die iets aan het maken waren, maar om te checken, vooral je favoriete bewoners, om te checken of die geen verhuisplannen hadden. Want bewoners met verhuisplannen bleven dus binnen en liepen daar dan na te denken. En deed je niks, zoals ik dus zo net al zei, dan waren ze ook zomaar weg. Ik wil mogelijk nog wel iets ruilen. Begraaf die Cosmea maar. Zo, deze takken kunnen we nog wel even laten vallen. Oh jee. Auw. Nou, dit is ook wel een beetje in lijn met de oude Animal Crossing, want dit is ongeveer zoals het dan ging. Dan werd ik weer gestoken. En soms als ik geen zin had om medicijn te halen, liet ik me een tweede keer steken, zodat ik flauw viel. En dan kun je denken, Koen, wat zielig voor je karakter. En dat was het misschien ook wel. Maar na die keer flauw vallen was wel ook direct je hoofd weer hersteld. Nee, dat snap ik. Laten vallen. En ook nu geldt eigenlijk, ik heb helemaal niet zoveel zin om iets aan mijn gezicht te doen. Maar ik kan nu in elk geval medicijn maken.
Dat ik die nog niet in mijn favoriet heb gezet, snap ik zelf ook niet. En wop. Klaar. Zag ik daar nou een ballon? Yeah. Dat had ik goed gezien van een afstandje. Wat zit erin? Een schoolbord. Oké. Die komt dan weer in de categorie. Kunnen we verkopen? Maar eerst dat andere grote genot. Het analyseren van fossielen door bladders. En een kopje koffie. En hier is hij. Ah, oh, Brewster. Zeker. Ik wil een kopje koffie uit je pistool. Die ik nog steeds ook zelf aan wil schaffen. Dat is wel een doel momenteel. Maar eerst de ruimte voor vinden in mijn keuken. We laten niks afkoelen. Hoppatee, lekker bakje troost. Heet, heet, heet. Kokend heet. Iets afkoelen was misschien slim geweest. Hey, Brewster, jij ook bedankt. Nou ja, en je kunt nu dus hier niet zitten zonder dat je te horen krijgt dat het gereserveerd is. Of zonder dus dat je de vraag krijgt, goh, wil je een kopje koffie? Maar in die andere Animal Crossing kon je dus wel gewoon aan de bar zitten. En dan kon je gewoon zitten. En een beetje naar de muziek luisteren. En net zoals nu was het hele rustige muziek. En dan was er gewoon niks aan de hand. Dit is ook waarom ik barwerk misschien idealiseer. Beetje in een rustig kroegje. Achter de bar staan. Gesprekje voeren met mensen. Relaxed. Ja. Ik zou het wel weten. Maar van zo'n kopje koffie kikken je altijd lekker op. Maar nu de grootste vraag natuurlijk. Kun je een beetje rondkomen als je op de ouderwetse manier Animal Crossing speelt? Hoeveel levert het op? Met andere woorden. Nooglings. Vertel mij. Hoeveel geld hebben jullie over voor mijn spullen? Mijn fruit, mijn onkruid. En toch ook maar mijn spin. Die waterlelietafel mag ook weg. Het schoolbord ook. Wat levert het ons op? Oeh, bijna een ton. Nou, daar kun je dus nog best van rondkomen. De ouderwetse manier. Werkt nog steeds. Duimpje omhoog daarvoor. Elk duimpje omhoog helpt de verspreiding van de video ook enorm. Dus wordt om die reden ook enorm op prijs gesteld. Yo, KK. Ik ben bijna klaar voor lawaai. Ik moet nog één ding doen. Zo. Vruchtbare handel hebben we ook compleet. Hoppatee. 3000 Nook Miles. Lekker wel. Ik wil zeker wel wat muziek horen. Wat jij wil, KK. Menu van de chef. Ga lekker zitten. Een nieuw nummer. KK Fuga. Toppers, ik zou zeggen, geniet daar nog lekker van. Super hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Zoals ik al zei,
Like hem, dat helpt de video enorm. Deel hem met je vrienden. Abonneer voor meer Animal Crossing. En dan was ik Crazy Koen. En zie ik jullie heel graag de volgende keer. Heel graag tot de volgende video. How do? Quick, me, oh, me, oh, quick, me, me, oh, oh.